Hey jongens, mijn naam is Sarah, dit is de Kleine Groene Planeet en vandaag gaan we Zero Waste en Duurzaam de was doen. Ik zit hier in onze slaapkamer, dit is de wasmand en deze wasmand is trouwens van de Dylan Camille, ik vind die heel mooi. Ik hou een beetje van die rotan natuurvibes, zoals jullie weten. We hebben op dit moment een matras op de grond, het is heel verdrietig. Maar, en jullie staan met de tripod op het bed, dus ik weet niet of dit goed gaat. Maar, we doen er ongeveer precies een week over om die wasmand te vullen. Zeg maar buiten beddengoed. Want die gooi je gewoon meteen in de wasmachine als we het bed verschonen. Maar als de wasmand vol is, dan maak ik meestal, hoeveel hoopjes zijn het? Een hoopje een beetje rood-roze was. Wat niet zo heel veel is, maar het zijn een paar kledingstukken. En de badmatten zijn terracotta. De keukenhanddoekjes zijn roze. En de badkamer wc-handdoekjes zijn ook terracotta. Dus dat is zeg maar één was. Dat is de enige gekleurde was die hier gedaan wordt. Dan hebben we gewone klerenwas. En dan hebben we witte was. Dus handdoeken, hoeslaken, dat soort dingen. En we hebben sokken en onderbroeken en vaatdoekjes was. De kleding en dus ook. De kleding wordt op 30 graden gewassen. De rest is een beetje afhankelijk van wat de overwegende aanwezigheid is. Bijvoorbeeld de witte was wordt op 40 graden gewassen. De sokken en onderbroeken ook. En de rode was ook, zou ik zeggen. Want er zitten natuurlijk handdoeken en dat soort dingen bij, badmatten. Die mogen wel iets warmer. Maar als de rode was overwegend kledingstukken is, dan niet. Maar er is niet genoeg om een hele kleding, gekleurde kledingwas te doen. Maar, ik trek altijd de hele wasmand leeg en dan maak ik die hoopjes, die liggen hier dan. Dan, we hebben gewoon zo'n, hoe noemden ze dat bij de IKEA, een heupwasmand. Gewoon zo'n wasmand waar je de was in kunt doen, waarmee je hem ergens heen kunt tillen. En dan gaan we beneden naar de wasmachine. Maar ik zal even laten zien hoe groot de bultjes ongeveer worden. Kopje koffie. Ik heb net boven de waslijntjes leeggehaald. Daar komen we straks nog op terug. Maar dit is de schone was. Er zijn nu dus vier bultjes. Kleding, witte was, rode was, sokken en onderbroeken. De rode was is niet zo heel veel, maar ik ga daar ook even de badmatten bij gooien. Laten we met de witte was beginnen. Is misschien ook een goede om jullie te laten zien
Omdat er geen sokken en onderbroeken bij zitten. Met vooral beddengoed en handdoeken. En dit zijn zeg maar de oude theedoeken. Voor de minder... zeg maar de nieuwe theedoeken hangen gewoon in de keuken om iets af te drogen. En deze zijn voor andere praktijken. Dus laten we gaan. Zeg maar stoer aan het squatten ben, zoals mensen dat bij auto's doen. Bij onze wasmachine. Dus welkom bij mijn aanprijzing van deze flexende bolide. Wij hebben toen we hier kwamen wonen, hoe lang geleden is dat nu? 3 maanden? 2 maanden? Niet zo lang geleden. Het wilde besluit genomen dat we na al die jaren wasmachines delen met andere mensen. 19e-handse wasmachines gebruiken. Een nieuwe wasmachine verdiend hadden. Dat klinkt echt alsof dit gesponsord is. We hebben die met ons zuurverdiende eigen geld gekocht. Met de argumenten dat je was schoner wordt in een nieuwe wasmachine. Nu niemand anders hem vies maakt dan wij zelf. We de komende 10, 15, 20 jaar geen nieuwe wasmachine hoeven te kopen. En dat een nieuwe wasmachine minder stroom en water verbruikt dan een oud beest. Want we hadden, konden van iemand een wasmachine van 15 jaar oud krijgen. Maar dat is iets van ja. Dus we hebben een nieuwe gekocht. Wij zijn er heel erg blij mee. Ook als je je was iets te lang erin laat zitten als hij klaar is, stinkt het niet, wat ook magisch is. Dus het was een investering. Ik begrijp dat wasmachines ook gemaakt moeten worden en dat niet heel duurzaam is. Maar we zijn absoluut van plan om tot hij ontploft met deze wasmachine te doen. Ik heb geen solid argumenten waarom we voor deze zijn gegaan. Ik wou geen wasmachine van zo'n merk waar je nog nooit van gehoord hebt, waardoor die mogelijk over 3 jaar kapot is. En dan vind ik een briljante uitvinding. Als hij zeg maar dicht zit, kun je hem op pauze zetten en er zo nog iets bij gooien. Wat heel handig is, want ik heb altijd dat ik denk, oh, het vaatje dat op het aanrecht ligt, moet eigenlijk ook nog. Dus, niet heel spannend. Genoeg gesquat. Dit begrijpen jullie allemaal hoe dit werkt, denk ik. Pakt was. Dit was een wasmachine. Dus zal ik ook de theedoek uit de keuken erbij doen. Ik weet nooit hoe lang dingen in de keuken hangen. Dus. En dan. Ik gebruik al heel lang wasnoten. Het schijnt dat wasnoten ook weer niet de meest duurzame optie zijn als in hoe ze geproduceerd worden. Die moet helemaal uit India komen. Maar ik heb deze echt jaren geleden, echt toen ik begon met Zero Waste, gekocht. Een grote kilo zak. En wat je doet, je pakt zo'n nootje. Die breek je open. Dan haal je het pitje eruit. En hier doe je er een stuk of 5 van in dit zakje. Ik weet niet wat er aan de hand is met de luchtvochtigheid dat dit zakje nog nat is. Maar we hebben eergisteren wel goed gewassen. Hier zitten er dus een paar in. Daar kun je best wel wat wassen mee doen. Als ze droog zijn, nog steeds zacht zijn, dan moet je ze eigenlijk vervangen. Wat wasnoten doen, is er zit zeepine in. Dus als ze nat worden en bewogen, dan komt er een zeepachtige substantie vrij. Dan hebben we hier allemaal olietjes staan. Ik gebruik graag rozemarijnolie voor de was, omdat met wasnoten de was nergens naar ruikt als het klaar is. Je onderbroeken zijn gewoon schoon, maar ze ruiken nergens naar. En zeker omdat wij ons hele leven getraind zijn met dat schone dingen ergens naar ruiken,
En het is ook gewoon lekker als je een handdoek pakt dat er zo. Dan heb je ook eucalyptus, citronella, lavendel en dennen. Lavendel gebruik ik voor beddengoed. Want lavendel helpt bij het slapen. Ik weet niet waar rozemarijn bij helpt, maar ik vind deze gewoon heel lekker ruiken. Een soort van fris en bloemig en schoon, ik weet het niet. We hebben 3 drupjes op het zakje. Dus ik weet niet of je nu kunt zien waar de drupjes zitten. Doen we er gewoon bij. De wasmachine dicht. En het ding is dus ook, omdat wij lekker smerig dit. Een nieuwe wasmachine hebben gekocht. Is er ook nooit van die randige slijk in het laadje gegooid. Waardoor die hele buizen helemaal vol zitten. Dus de wasmachine blijft ook schoon, zeg maar. Dan. Dit is de Eco Katoenstand. 40 graden. Hij zegt nu dat het 4,5 uur gaat duren. Maar meestal als je hem aanzet is het toch iets minder lang. Maar ook de gewone katoenstand duurt het dan weer minder lang. Ik weet niet wat die Eco dan precies doet. Minder water gebruiken, denk ik. Dus En je zou nu dus een pauze kunnen zetten. En je vieze sokken wordt weggegooid. Volgende stap. Als dit klaar is, dan. Hoi. Hallo. Wil je meedoen? Sorry, nee, ik ga niet voorbij. Je bent alleen een hoofdje. Zoveel geluid maak jij. We gaan er nog heen. Ik? Ja. Ook. Ben ik niet gewend op maandag dat je ook leeft? Ben ik niet gewend op maandag? Ik ben inmiddels op onze zolder, waar ik laatst heb opgeruimd, als je die video nog niet gezien hebt. Maar dit is waar wij waslijntjes hebben hangen. Er hingen andere waslijntjes, die waren helemaal ontbonden. Dus wij hebben een nieuwe waslijn gekocht en die opgehangen. Want, tip, een wasdroger is helemaal nergens voor nodig. En kijk, wij hebben een hele zolder, maar je kunt ook gewoon een wasrekje, die staan hier ook 2, voor de sokken en de onderbroeken en zo, gewoon ergens neerzetten. En werkt prima. Maar als het dan droog is, dit is het beddengoed. Het eerder genoemde berggoed. Dan alles wordt eigenlijk mee naar beneden genomen om hem op te vouwen en in de kast te leggen. Maar het berggoed woont hierboven. Er moet hier nog een kastje komen waar dingen zoals het berggoed en extra handdoeken in kunnen wonen. Maar straks, als alle wasjes gedaan zijn, worden ze hier opgehangen en blijven ze hier gewoon hangen tot het droog is. Dat is een beetje afhankelijk van het weer. Hoe lang het duurt voordat de was droog is. Meestal is het de volgende dag wel droog. En we doen ons best om het dan meteen op te bouwen en in de kast te leggen. Ik zeg niet dat dat altijd gebeurt, maar we doen ons best. En zo zijn we weer terug op de slaapkamer. Waar de was opgevouwen wordt. Ik gooi meestal gewoon. Dit klinkt of John nooit iets doet, als ik zeg ik doe meestal. Wij doen dit heel braaf, eerlijk verdeeld. Maar als ik de was opvouw, dan gooi ik meestal gewoon alles op bed. En dan zet ik een video aan op mijn telefoon. En dan ga ik gewoon lekker zo vouwen. Want ik vind de was opvouwen helemaal niet erg. En het scheelt dat alles zeg maar een plekje heeft waar het heen moet. Wat je ook nog, wat wel een ding is wat ik niet heb, wat ik op zich wel zou willen, is dat zonnebrand gewoon uit je bikini gaat. Je hebt van die zakken waar je synthetische kledingstukken in kunt doen. Dat ze niet zoveel, of dat het plastic wat ze loslaat. Want dat is het ding met het wassen van synthetische stoffen, die laten hele kleine plastic deeltjes los.
bij iedere was. Dus daarom probeer ik in mijn challenge om een heel jaar zelf kleding te maken. Alle kleding zelf te maken. Er is een kind heel boos buiten. Om dat zoveel mogelijk van natuurlijke materialen te doen. Vind ik ook gewoon fijn zitten. Maar er zijn natuurlijk dingen waarbij dat lastiger is. Maar je hebt dus van die zakken waar je de synthetische stoffen in kunt doen. Waardoor die stukjes niet in het water uit de wasmachine, zeg maar, meespoelen. Nou weet ik niet waar die stukjes in die zak blijven. En of je op een gegeven moment een soort van aangekoekte slijk hebt. Want dat lijkt me ook weer niet helemaal fruitig. Als jullie er iets van weten. Of je ziet deze video toevallig. Als iemand van een bedrijf wat zulke zakken maakt. Of verkoopt of wat dan ook. Dan hoor ik het graag. Want ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe dat nou precies werkt. Maar dit is waar de was wordt opgevouwen. Nog een tip. Niet alles hoeft na één keer dragen in de was. Kijk, als je heel erg zweet of het is zo warm als dat het de afgelopen tijd is geweest, dan snap ik dat je t-shirt, zeg maar, in de was zou moeten. Zou kunnen moeten na één dag. Maar dat is natuurlijk niet altijd zo. En wat je ook kunt doen, als iets gewoon, zoals een spijkerbroek. Spijkerbroek echt niet vaak in de was. Hij is ook helemaal niet goed voor je spijkerbroek namelijk, dan slijt hij veel harder. Maar als je spijkerbroek gewoon een beetje muf is, dan kun je hem ook gewoon uithangen. En ik zou het hier dan op zolder doen. Daar zitten ook twee dakraampjes. Dus daar kan het ook lekker doorluchten. Maar je kunt hem ook gewoon, als je in je slaapkamer een stoel hebt staan, gewoon als je hem uitdoet over de stoel heen hangen. In plaats van in een frotje op de grond gooien. Dat hij even kan uitluchten. En dat hij de volgende dag weer gewoon lekker genoeg ruikt om aan te doen. Dat zijn denk ik alle tips die ik zo snel kan bedenken voor jullie. Ik hoop dat jullie iets in deze video hebben. Laat me weten hoe jij de was doet. Wasnoten zijn natuurlijk niet de enige optie. Je hebt ook andere zero waste opties. Laat me weten waar jij de was mee doet. En of je nog andere tips hebt. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Doei!